allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Het is een maand geleden dat ik mijn opgemaakt video heb geüpload, dus het is weer tijd om een nieuwe opgemaakt video te doen. Het is deze keer best wel veel. Ik heb deze naast, maar er valt ook heel veel uit, dus er ligt ook heel veel dingen naast die opgemaakt zijn. Dus laten we gewoon heel erg snel beginnen. Ik begin wel eerst wat even los ligt. Als eerst een tandenborstel van ProDent, die... ja, die heb ik een hele tijd gebruikt. En zoals je ziet, dan ziet hij er niet heel erg in vorm meer uit. Dus die kan gewoon weg. Dus pop. Een van mijn favoriete eyeliners heb ik opgemaakt. En dit is de L'Oréal Paris Perfect Slim Eyeliner. En nou ja, die heb je al zo vaak voorbij zien komen. En deze was gewoon heel erg snel uitgedroogd. Ik weet niet waarom, maar die is op. Dan heb ik nog mijn MAC Wenkbrauw potlood opgemaakt. En dit is de MAC Big Brow Pencil in de kleur Coquette. En deze heb ik eigenlijk elke dag gebruikt. Alleen het enige nadeel is dat het puntje zo zacht is. Nou, in ieder geval dat de substantie zo zacht is dat je best wel veel gebruikt. Dus absoluut niet zuinig in gebruik is. Dus dat is wel jammer. Dan nog een mascara die ik heb opgemaakt. En dit is de Urban Decay Perversion Bigger Blacker and Better mascara. En deze vond ik echt fantastisch. Hij is echt op, ja, uitgedroogd. Er komt eigenlijk haast niks meer vanaf. Ik moet echt zo vaak aanbrengen voordat ik eigenlijk het gewenste effect heb. Dat het een beetje... ja, zonde is. Maar voor de rest echt een fantastische mascara. Echt een aanrader. Dan heb ik ook nog een kwast opgemaakt, om het maar even zo te zeggen. Maar deze is gewoon echt op. Ik kan echt zo alle haren eruit trekken. Want ja, hij is gewoon echt op. Ik heb hem zo vaak gewassen. Ik heb hem zo vaak gebruikt dat ik nu een nieuwe heb. En deze is gewoon vies op weg. Moet gewoon weg. Dit is trouwens de Real Techniques Expert Face Brush. En hier gebruik ik, die gebruik ik altijd om mijn foundation mee aan te brengen. Dus ik heb nu een nieuwe. En deze is gewoon vies op. En we willen ook niet meer schoon worden. Dus klaar ermee. Die gaat weg. En dan gaan we beginnen aan de bak. Als eerst een The Body Shop Deep Sleep Dreamy Pillow and Body Mist. En dit is een spray die je over je kussen of dekbed heen kan doen. En om dan lekker te slapen. Het is een hele kruiderige wellnessgeur. Ik vind hem echt fantastisch lekker. Hij schijnt niet meer te koop te zijn. Wat ik echt eeuwig zonde vind. Want dit was zo lekker om mee te slapen. Echt zeker een aanrader. Dan heb ik een haarolie opgemaakt. Dit is de Inecto Naturals Argan Hair Oil. Prima. Ik vond hem heel prettig in gebruik. Hij was niet, hij verzwaarde mijn haar niet. Hij maakte mijn haar lekker zacht. En het rook ook nog eens prima. Dus zeker, ja, ik vond het een aanrader. Een zonnebrand heb ik opgemaakt op vakantie. En dit is de Kruidvat Soleil High Sunspray in factor 50. En dit vond ik een hele fijne zonnebrand. Maar er zit een hele grote maar aan. Hij was al na een dag op. Danny en ik hadden ons een dag gewoon ermee ingesmeerd. En daarna was die op. En ik ging daarna mijn kleren uitwassen. En ik had een jurkje aan en witte kleren. En Danny had een grijs shirtje aan. En die kleren zitten helemaal vol met gele vlekken die er niet meer uit willen. Van deze zonnebrand. Dus echt super zonde. Dus pas echt op met deze zonnebrand voor vlekken. In je kleren dus. Want ze zijn helemaal geel uitgebeten. Super zonde. En ja, hij is gewoon super snel op. Dus ja, heb je dat ervoor over. Dat is aan jouzelf. Maar hij werkt wel heel goed en hij was wel fijn in gebruik. Dan heb ik nog een body lotion opgemaakt. En deze gaat eigenlijk altijd mee op vakantie. Nou ja, niet deze, maar deze soort body lotion. En dit is de Vaseline Intensive Care Spray Moisturizer Advanced Repair. En zonder parfum. Ik vind het echt ideaal. Je spreekt het op, je smeert het in en je huid voelt super zacht aan en plakt niet. Ik vind het echt fantastisch en mijn vriend vindt dit ook prettig in gebruik. Dan is hier mijn shirt gemaakt. Deze was gewoon bot en die moest gewoon weg. Dit is trouwens de Venus Embrace volgens mij. Zo uit mijn hoofd. Nou, het staat er niet op, maar volgens mij is dit de Venus Embrace. Ik vond het een prima mijn shirt. Doe het gewoon goed. Dan heb ik een droog shampoo opgemaakt. En deze is van Keune. En het viel me op dat deze echt ontzettend snel op was. Dat vond ik wel heel erg jammer. Het is trouwens echt wel een droog shampoo voor alleen de vette haren. Hij geeft niet echt volume. Dat doet hij gewoon niet. Maar voor vette haar is die wel echt ideaal. Want als je echt vette slierten of lokken had, kreeg deze het echt schoon. Dus deze is zeker een aanrader als je voor vette haren ja, iets zoekt. Hij liet trouwens ook geen witte baas achter. Dan heb ik een shower foam opgemaakt en dit is de Terme Gel Mousse Lomi Lomi geur. En deze vond ik echt fantastisch. Deze heb ik meegenomen op vakantie. En daar zit hier van die Tahiti bloesem in. En echt als dat ergens in zit, dan vind ik het al een fantastische geur. En dat zit in deze dus. En ik vond het echt een heerlijke geur voor op vakantie. En ik heb hem erg royaal gebruikt op vakantie. Daarom was hij ook redelijk snel op. Ik heb hem in Nederland trouwens ook nog gebruikt.
Maar echt, dit vind ik zo'n fantastische geur voor de vakantie. Echt top. Dan nog een shower gel. En deze stond gewoon in Nederland en die was bijna op. Dit is de Body Shop British Rose Shower Gel. En deze vind ik ook echt heel erg lekker. Het is absoluut geen standaard rozengeur, maar een hele warme, verkwikkende rozengeur. Ik vond hem echt heel erg lekker. Dus zeker een andere rozengeur dan je gewend bent. Dus zeker deze even ruiken als je bij de Body Shop bent. Dan heb ik nog een badschuim van Yves Rocher opgemaakt. Het is de mango en koriander geur. Ik hou absoluut niet van koriander, want dat vind ik echt het smerigste wat er is. Maar deze geur vond ik wel echt heel erg lekker. Ik was met een weekendje naar Center Parks en daar hadden we een bubbelbad. Dus ik dacht, nou, neem deze mee. Nou, mijn vriendin en ik hebben deze echt enorm niet zuinig opgemaakt. We gingen gewoon de helft van het flesje ging in het bubbelbad. Dat is gewoon super lekker. En we hebben het natuurlijk als shower gel gebruikt. Dus daarna was hij eigenlijk meteen op. Maar echt, de geur is echt super lekker. Echt zeker een aanrader. Daar hadden we eigenlijk best wel wat zuiniger mee aan mogen doen. Dan heb ik nog een serum opgemaakt. Het is een serum voor matte huid. En ik gebruik hem als basis voor mijn foundation. Omdat het zorgt dat mijn huid een stuk matter bleef. En dit is de Philosophy Total Matteness Oil Free Mattifying Pore Eraser. Nou, het is gewoon een soort van serum. Die smeer je onder je op je huid. En daarna wordt je huid super mat. En ik vond hem echt fantastisch. En ik vind het heel erg jammer dat hij op is. Ik ben nu weer een primer aan het gebruiken voor een vette huid. En ik moet zeggen dat deze het gewoon net zo goed deed. Maar goed, het hangt ook wel weer een prijskaartje aan. Dan nog twee producten die ik op heb gemaakt die ik niet fijn vond. Dat is als eerste deze Adidas Adi Pure Pure Performance deodorant. Ten eerste, ik vond hem in de verste verte naar wiet ruiken, wat ik absoluut niet lekker vind. En hij deed het gewoon niet goed tegen zweetgeurtjes, weet je wel. Ik ben gewoon iemand die best wel snel zweetgeur heeft. Dus daar moet je wel gewoon een goede deodorant voor hebben. En deze vond ik gewoon in de loop van de dag mezelf ruiken. En dat vind ik gewoon echt een no-go. Dus deze geur, ik vond de geur niet prettig, maar ik vond de werking ook niet echt prettig. Dus ik zou hem niet per se aanraden. Voor de rest, ja, ik heb hem gewoon gebruikt op de thuisdagen, weet je wel. Dat je niet echt actief bent, maar dan is hij gewoon prima. En dan heb ik nog een Unwash Bio Cleansing Conditioner opgemaakt. En dit is zo'n lijn die je andersom moet gebruiken, weet je wel. Hier moet je dus elke dag je haar mee wassen. Nou, mijn haar werd hier zo vet van en zwaar. Dus ik weet niet hoe mensen dat doen om hier je haar mee te wassen, hoe dat ook moet. Maar ik vond het echt drie keer niks. Ik heb het andersom gebruikt. Dus de shampoo die je maar één keer per week mocht gebruiken om echt je haar diep te reinigen, heb ik elke dag gebruikt. En deze gewoon als conditioner. Het verzwaarde mijn haar. Ja, ik vond het gewoon geen fijne producten. Het zijn ook nog eens hartstikke dure producten, maar het werkt voor mij niet. En nee, ik vond het eerlijk gezegd helemaal niks. Dus ik heb gewoon liever een shampootje van de Kruidvat. Nee, dit is voor mij geen aanrader. Dat waren mijn opgemaakte producten van de afgelopen maand. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal, een duimpje omhoog te doen. En tot de volgende keer. Doeg!